Goedemorgen Jan. Morning everybody. Jan, een nieuw project? Ja. African Blues? Ja, African Blues. Jan, vertel even over, want je hebt een hele tocht gemaakt, zeg maar, naar hoe Afrikaanse muziek in elkaar zit, neem ik aan. Ja. Of wat je wilde leren daarvan. Ja. Kun je daar wat... Wat ik wel over kan vertellen is dat sinds 1990, hè, sinds ik... Nou, eigenlijk op een bepaald moment kwam ik Zoo in Groningen tegen. Die was toen net in Groningen. En toen zei ik van, nou, kun je mij eens iets over hoe de Afrikaanse gitaar, hoe dat nou eigenlijk werkt? En toen speelde die drie akkoorden, een heel simpel akkoord, een C, een F en een G-akkoordje. Ik zei, nou, laten we het dan eens proberen. En dat bleek heel erg ingewikkeld ritmisch vooral te zijn. En daar is ook een beetje onze vriendschap uit ontstaan. En toen op een bepaald moment zei Zuma, ik heb ook wel een paar vrienden van mij, die spelen op de djembe en die komen uit Senegal en uit Mali. En hij zei, daar moet je ook eens een keer mee gaan spelen. En nou, zo zijn we eigenlijk... ben ik met deze jongens ook gaan spelen. Dus mijn relatie met Afrikaanse muzikanten... veel langer. En het project Five Great Guitars bestaat sinds 2000. En dat wil zeggen dat, dat we ieder seizoen gaan we met 5 hele verschillende gitaristen on the road. En het blikje van hele goede gitaristen, topgitaristen in Nederland hebben we langzamerhand wel leeggegeten. Want ja, Jan Akkerman gehad, Harry Saxioni, Erik Fazon Morel... En ik ben al een beetje begonnen met buitenlandse gitaristen uit te nodigen. Dus Larry Carlton heeft al een keer meegedaan. Nou, en we zijn hier nog een paar jaar geleden, kan ik me heel goed herinneren. Kekkie King zijn we hier ook geweest. Dat is ontzettend leuk. En op een bepaald moment dacht ik van... misschien is het leuk om Five Great Guitars te gaan combineren met Afrikaanse percussie. Met de jongens die ik al zo heel erg lang ken. En dat leek me eigenlijk heel bijzonder om dat te doen. En ik vind ook... Dat je ook wel de blues erin mag brengen. He, dus vandaar ook dat ik Erwin... Want Erwin speelde altijd bij QB. QB in de Blizzards. Dus ik denk, nou, zo'n combinatie... En dan maar wat ben je muzikaal nu meer te weten gekomen? Nou, met het werk met gitaristen? Met gitaristen. Wat heel erg interessant is... dat als een Afrikaanse gitarist... als hij een patroontje speelt... dan is dat eigenlijk een ritme. Een ritme wat hij van de trommelcultuur heeft overgenomen. En hij zal altijd een patroontje spelen wat weer matcht met het dingetje wat jij doet. Dus hij heeft altijd weer een dingetje erbij of een dingetje... Nou ja, dat is heel bijzonder. Het is ritmisch dus nooit zo, maar het is altijd zo. Het gaat altijd in elkaar. Dus dat is heel uitzonderlijk. Je hebt een paar voorbeelden meegenomen, hè, waar je tegenaan gelopen bent, om zo maar even te zeggen, om met z'n allen daaraan te werken en het integreren. Ja. Nou ja, Zoe die speelt altijd hele mooie patronen. Dus Zoe is de koning van de Afrikaanse gitaarpatronen. Dus Zoe, kun jij eens een paar van die hele mooie dingetjes die jij altijd speelt? Weet je wel van... Ja, die kijkt meteen Afrikaans. En zijn lijntje loopt altijd net een beetje anders dan die van mij, waardoor het dan ritmisch veel leuker wordt. Dat is eigenlijk, als je dat met al die gitaristen ziet, en daar hebben we ook op de repetities mee gewerkt, dat ieder zijn eigen plekje vindt om de groove te maken. Want dat is het tweede ding wat je natuurlijk in Afrikaanse muziek, wat heel belangrijk is de groove, de baseline. En we deden op een bepaald stuk van Habib, en dat was Manzane. En daar zat een hele mooie baslijn in. Misschien kun jij hem even spelen. Groot verschil tussen de culturen, toch? Qua ritmiek, qua... Ik heb altijd geleerd om te tellen. 1, 2, hè, dat je telt af voordat je liedje begint. Maar Afrikaanse muzikanten doen dat nooit. Die vinden dat... Nee, klopt toch? Ja, die vinden dat hartstikke idioot. Dat wij 1, 2, 3, 4... Je speelt en dan zoek je je plek in het ritme. Dat is eigenlijk wat... Zoals we nu eigenlijk net deden. Ja, je valt in. Begint, ja, je valt in en dan zie je... En dat is de plek en... Dat basloopje dat we deden, wij snapten er eerst helemaal niks van.
Want ja, welke tel zit er nou? Wij zitten dan zo van, als we op de rekenmachine zitten, is het de 1, is het de 2 of is het de 3? Maar bij hun is het zo, vind even de plek, luister even naar de andere en dan heb je hem. En dan komt de groove wel los. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Ja. Dus de groove is hartstikke belangrijk. The wonderful thing is, first, when I play this song, since Mali, I know Muse can understand. Mm-hmm. Yeah. And I know Zoo can understand, and Dra too. But Jan. I know I have to work. Not Jan. No. Digmon. Digmon. The best player. He's the best player. And the best player, the best is very important for the groove. And with him, we work on, and it was okay. And that is the second wonderful thing. He know. Yeah, he know. And he played very well, feel the it. Song. Uh-huh. And he feel it. Yeah, uh-huh. It's great. Yeah. It's a big meeting, you know. Uh-huh. Ja. Jullie gaan nog één nummer spelen. Ja. En dan gaan jullie daarna een enorme tour beginnen. Hè? Ja, we doen 35 concerten. 35? Ja, 35 wow. Concerten in zes weken. He told you that you have to do 35 concerts. Ja, yeah, I hear first about 25. And after 30, and after 35, it's a lot for 1 month, 1 month and a half in Netherlands. For me, since 20 years I know Netherlands, Holland, it's my first time to stay. 1 month and 2 weeks. It's great. And I have too much friends in Holland since 20 years, 25 years. Okay. They all call me now. Mm-hmm. Habib, you are in, I know your schedule. You are here for 1 month and 2 weeks. Okay, come to my house. Come to my house. I say, okay, I come to your old house. I'm in your hometown and thank you to invite me again. Okay. Yes. Well, good luck. And thank you for being here. Je gaat dus een lange tour doen. Je gaat nog één nummer doen. Welk nummer? Ja, dus Fimani. Het is een compositie van Habib. Okay. En ja, dat is echt Afrikaanse groove op zijn best. Okay. Succes en dank jullie wel. Ja.